Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Een brandbrief schrijf je alleen als er echt brand is. En er is brand. Carnavalstichting De Erpelrooiers roept om hulp. Zonder nieuwe helpende handjes kan het carnaval in de huidige vorm niet langer blijven bestaan. Stichting De Erpelrooiers organiseert met carnaval al bijna 60 jaar verschillende activiteiten voor jong en oud in het mooie dorpje Waremberg. Activiteiten die met razend enthousiasme ontvangen worden. Het zorgt voor verbinding. En juist verbinding maakt het leven in een dorp zo fijn. Het bestuur krijgt al veel goede hulp van vrijwilligers. Ze hebben alleen iemand nodig die de organisatie wil coördineren. En zonder hulp lukt dat niet. De oplossing zou jij kunnen zijn. Kun en wil je op een of andere manier een bijdrage leveren aan het carnaval? Bijvoorbeeld omdat je graag carnaval viert? Vind je het jammer dat activiteiten niet door kunnen gaan? Ben je goed in organiseren? Heb je fantastische ideeën? Of ben je creatief? Schrijf je graag? Zijn er andere zaken waar je goed in bent en kunt helpen? Neem alsjeblieft contact op via info@erpelrooiers.nl of via 06-220-566-19. De Erpelrooiers kijken naar uit om samen met jou een goed carnaval te blijven organiseren in Erpelrooiers. Van 18 tot en met 21 juli is alweer de 105e Nijmeegse Vierdaagse. De grootste wandelprestatietocht ter wereld met 47.000 deelnemers. Waaronder deelnemers uit onze eigen gemeente. Met meer dan 70 verschillende nationaliteiten is het weer een groots evenement. We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Van jong tot oud komen ze elk jaar naar Nijmegen om samen 4 dagen 30, 40 of zelfs 50 kilometer te wandelen. Allemaal met hetzelfde doel, het felbegeerde Vierdaagse kruisje. We wensen alle wandelaars heel veel succes. Het sociaal loket is in de periode van 17 juli tot en met 25 augustus van 8 tot 1 uur geopend. Inwoners kunnen tussen 9 uur en half 1 's middags langskomen voor hun vragen. En dat kan zonder een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 140162. Op zaterdag 15 juli 2023 vond alweer de 10e editie van de traditionele oefenwedstrijd Madense Boys NAC Breda plaats op Sportpark de Schietberg. Het werd een gezellige voetbalavond voor jong en oud, met aansluitend een avondje NAC op de Mai. Dat ging gepaard met veel muziek. Zanger Nelis en Rob van Daal met LA Sound zetten de tent op zijn kop en maakten er een totaalfeestje van. Het zal je al wel bekend zijn dat dit jaar het SWO 25 jaar bestaat. Een jubileumjaar wat het SWO niet zomaar voorbij laat gaan. Een jaar lang zijn er verschillende activiteiten voor en door de vrijwilligers van het SWO. Dat resulteerde nu in een uitje voor alle vrijwilligers van het SWO. Een tocht met de Z8 naar Rotterdam. En uiteraard ook weer terug. Mede dankzij de financiële bijdrage van Thebe Extra Stimuleringsfonds en de gemeente Drimmelen Samen aan de Slag, kon deze volledig verzorgde dag mogelijk gemaakt worden. We laten u een korte impressie van deze mooie dag zien.
Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. En u kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. We zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien wij u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!